Iedereen is er, iedereen staat te wachten. Dan zou ik zeggen, namens ons allemaal, laat de schoorsteen maar roken. De gerestaureerde schoorsteen van de oude melkfabriek in Leunen werd vrijdagmiddag onder de grote belangstelling weer in gebruik genomen. De Stichting Industrieel Erfgoed Melkfabriek Venray tekent voor de restauratie. Bijna 4 jaar terug namen ze het initiatief om de oude schoorsteen te herstellen. De opening was een bijzonder moment. Ja, dat is een bijzonder moment. Bijzonder moment ook voor onze stichting, die speciaal opgericht is voor het behoud van het industrieel erfgoed in Venray, om te beginnen met de melkfabriek en de schoorsteen. De restauratie ging niet zonder slag of stoot. Er zijn bergen werk verzet. Jaren geleden zijn we er al mee begonnen met het verzamelen van informatie en geld. En de afgelopen half jaar is de verhandelingen zijn toen verricht. Dat heeft de schoorsteenoverbouwer Harm Meijer uit Ten Boer in Groningen. Die heeft dat uiteindelijk verricht, de handelingen. En dat is dat eigenlijk het metselwerk, dat is eigenlijk geheel vernieuwd. Die stenen waren natuurlijk nog goed, maar met name de zwavelzuur van de dieselstook, die tastte het metselwerk aan, waardoor dat steeds meer scheef en schever ging zakken. Geholpen ook bovendien door de roest van de klimijzers. Roest is ook heel sterk. Als dat uit gaat zetten, duwt dat langzamerhand die schoorsteen om. Dat is allemaal vervangen. Van het punt waarop die scheef staat, is de schoorsteen eigenlijk steen voor steen naar beneden gehaald. En met dezelfde stenen die afgebikt zijn, is die ook weer opgemetseld. En die klimijzers zijn allemaal vervangen door roestvrij stalen exemplaren, die er niet meer roesten natuurlijk. En de bogen, of de, hoe noem je dat, de banden, die om de spanbanden om de schoorsteen heen, die de extra stevigheid geven, die waren ook uit staal gewoon en die zijn ook uit roestvrij staal en kunnen ook niet meer kapot. De historische schoorsteen is een uniek exemplaar. Van de meer dan 10.000 schoorstenen die ooit in Nederland gestaan hebben, staan er nog zo'n 650. En van die 650 zijn er eigenlijk maar weinig die nog staan in hun, zoals je dat zegt, historische context. Die dus nog staan bij een fabriek en in een omgeving waar je hem ook zou verwachten. Dit is er één van, die echt nog heel origineel er staat. En dat was ook van een fabriek die heel modern was, eigenlijk al voor de oorlog. Zo modern, dat toen de Duitse overheid zei van we gaan dit extra stimulans geven. Toen is er een nieuwe stoommachine gekomen en ook een nieuwe schoorsteen. En dat is de reden waarom dat eigenlijk in de oorlog gebeurd is. Dus hoeveel zijn er nog van hier in de regio, zijn ze heel zeldzaam. Omdat hier ook niet heel veel industriële ontwikkeling was. En als het er was, dan werden die vaak in de jaren 60 met name gewoon omgegooid. Want men zei van ja, wat moeten we ermee? Het is vies. Het herinnert ons aan vuile was, bij wijze van spreken. En we gooien ze om. De schoorsteen rookt weer. Maar hij zei ook te bezichtigen. We willen met alle plezier rondleiden, maar aan de schoorsteen valt in alle eerlijkheid natuurlijk verder niet veel te zien. Het is van buiten kun je hem zien en om te beklimmen wordt al gauw gevaarlijk. Maar wat wel zo is, we hebben het goed gedocumenteerd. Op onze site Melkfabriek Venray staat eigenlijk verschrikkelijk veel informatie. Ook in combinatie met historisch platform Venray, wat een uitstekende samenwerking is geweest steeds. En dat is één. En twee is dat de melkfabriek zelf, die is voor het oude gedeelte, voor een deel in gebruik als het kantoor als dierenartsenpraktijk. Maar de oude fabriek is in gebruik door een gereedschapsslijper Koenen. En die heeft toch de elementen die origineel zijn aan de fabriek hersteld. En dan heeft hij dan weliswaar slijpmachines staan. Maar daar heeft hij van zin om daar toch een soort museale nevenfunctie aan te geven. Dat is nu al zo. Je kan nu al dingen daar bekijken. En als je dat met hem afspreekt, dan maakt hij er met alle plezier, leidt hij hier rond. Dat vindt hij zelfs heel leuk.